Deze foto is genomen in Kamp Westerbork. Het meisje vooraan is Sonny Birnbaum. Zij is een van de 6 hoofdpersonen in het boek Wij blijven bij elkaar. Hoe ze in Kamp Westerbork terecht kwam? Het bijzondere verhaal van de Joodse familie Birnbaum begint in 1938. Dit is Sonny met haar vader, moeder, broertjes en zusjes. Omdat het voor Joden in Duitsland steeds gevaarlijker wordt, zet moeder Henny haar kinderen op de trein naar Nederland, in de hoop dat ze daar veilig zijn. Dankzij de hulp van een Nederlandse dokter komt het hele gezin meer dan een jaar later weer bij elkaar in vluchtelingenkamp Westerbork. Daar sluit Sonny zich aan bij de jongerenvereniging die je op het omslag ziet. Maar dan begint ook in Nederland de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1942 vertrekken vanuit kamp Westerbork treinen naar de concentratiekampen in Polen en Duitsland. Sonny's ouders leiden dan het weeshuis in kamp Westerbork en proberen zoveel mogelijk kinderen te redden. Sonny heeft ondertussen maar 1 wens: zorgen dat zij en haar broertjes en zusjes bij elkaar kunnen blijven. Maar uiteindelijk moeten ook zij naar concentratiekamp Bergen-Belsen. De hele familie Birnbaum heeft dit allemaal overleefd. In 1950 emigreerde het gezin naar Israël. Alle kinderen wonen daar nu nog. Voor dit boek ben ik bij hen op bezoek geweest en zij vertelden mij hun verhaal. De Talmud is een van de belangrijkste boeken van het Jodendom. Daarin staat: wie 1 mens redt, redt de hele wereld. En dat is wat de Birnbaums deden. Terwijl het bijna onmogelijk was, zetten zij zich in voor het leven van anderen. Wij blijven bij elkaar is verschenen bij uitgeverij Leopold. In 2017 ontving Martine Letterie de Zilveren Griffel voor kinderen met een ster. Wil je dat Martine op bezoek komt in je klas? Dat kan, via de Schrijverscentrale.